Nou, ik denk dat je deze aflevering moet zien, omdat je heel veel mensen en plekken zult zien die je eigenlijk nooit ziet op tv. Offline als luxe is een uitzending van VPRO Tegenlicht die gaat over de plekken op aarde zonder internet. We zijn op zoek gegaan naar de kwaliteit van die plekken. Nou, we hebben bij deze uitzending van Tegenlicht een app ontwikkeld, de White Spots app. White Spots zijn witte plekken op de kaart waar geen internet of mobiel bereik is voor je telefoon. Normaal, natuurlijk rij je de hele dag langs zendmasten en je gebruikt je telefoon, maar je staat er eigenlijk niet bij stil dat die twee constant met elkaar communiceren en een soort van wolk van elektrosmog produceren waar je de hele dag in zit. En wat die app doet, is die maakt die wolk van elektronische communicatie, van radiosignalen, maakt die zichtbaar. Dus dat is heel confronterend en is fascinerend om te doen. Dus je ziet dan opeens enorm veel parabolen en masten. En er staat ook bij hoe ver ze van je af zijn. Het heeft een beetje het gevoel van een bos, een technologisch woud waar je een wandeling in zou kunnen maken. Ik denk dat mensen bijvoorbeeld zelf meer regels voor het leven met netwerken gaan ontwikkelen. Dat zeggen, nou, in de auto doen we het niet. En dan heb je daar misschien weer een gesprek met elkaar. Of je zegt van, nou, aan tafel, bij het eten, zetten we ze uit. Dus, nou, ik denk dat je steeds meer van dat soort ontwikkelingen gaat zien, waarbij mensen, we zijn eigenlijk bezig met elkaar te ontdekken van wat zijn de nieuwe leefregels voor een tijd van totale connectiviteit. Ik zou heel goed een week offline kunnen en ik heb dat ook gedaan afgelopen zomer. In de researchperiode voor deze film heb ik in Idaho in Amerika 10 dagen gekampeerd op een plek zonder bereik. Dat was fantastisch. Ik kan het iedereen aanraden. En ik merkte ook dat ik toen weer bij een ander soort creativiteit kwam in mezelf. Dus dat je weer op andere ideeën komt dan je krijgt als je de hele tijd zo dingetjes zit op te zoeken. En ik dacht, ja, als ik het al niet kan, terwijl ik zo intensief bezig ben met dit onderwerp, dat zou toch belachelijk zijn. Dus ik moet toch gewoon in staat zijn om hem even uit te zetten. En dat was de eerste dagen best wennen. Dat je toch steeds denkt, ik merkte ook dat er steeds meer functies zijn naar de smartphone overgeheveld. Dus ik wist niet meer hoe laat het was, want ik heb geen horloge meer. En ik wist niet wat voor weer het de volgende dag zou worden. Ik kon niet kijken of het ging regenen. Dus zo zijn er allemaal van die dingen die, dan word je ook weer van bewust als je hem een week uitzet. Wat er eigenlijk allemaal al geoutsourced is naar die minicomputer die je normaal gesproken in je zak hebt, naar die smartphone. Nou, ik denk, in Nederland zijn bijna geen witte plekken meer op de kaart. Er zijn een paar plekken, 3 plekjes, die, als je op de app kijkt, waar helemaal geen providers netwerk bieden. Dus 1 plekje in Groningen, een plekje op de Veluwe, ergens in Brabant nog bij Hogemierde. Ik denk dus dat op zich voor ons, voor Tegenlicht, goed nieuws is. Want zondagavond kun je eigenlijk overal in Nederland gewoon naar de uitzending kijken.